avond. We hebben drie gasten in ons virtuele gesprek, met wie ik in gesprek ga over de toekomst van transport, logistiek en de verduurzaming in de komende jaren. Ja. We hebben inmiddels 5 elektrische aangedreven binnenvaartschepen gebouwd. En de eerste was in 2018. En we hebben er net weer 3 gedaan. En daar zit een hele grote bak in waar de generator in staat. En die generator die kan er zo uit. En er kan heel makkelijk een waterstofcel in of een accupakket. Ik begreep dat u in 2023 de eerste in de vaart wil hebben. Nou, ik wil er maar een wedstrijdje van maken. Ik ben ambitieuzer. Het blijkt wel uit deze sessie dat de VVD wel oog heeft voor de logistieke positie van Nederland in Europa, maar ook de transportsector. En nou, waar wij heel erg blij zijn als sector, en dat is natuurlijk dat VVD kampioen investeringen in infrastructuur is. Dus dat is zeker iets waar vaak gejuicht wordt in de sector. De positie die Nederland en met name natuurlijk Rotterdam als transportlogistiek centrum van het westelijk halfrond daarin hebben opgebouwd. Dus ik zou heel graag ook met jullie steun ook de komende 4 jaar daar weer keihard voor blijven werken in Den Haag. En daarmee kom ik ook bij jullie als publiek op Zoom, op Facebook. Ik zou jullie heel erg willen bedanken voor jullie aanwezigheid vanavond, voor het meepraten, voor het meediscussiëren. En ik hoop dat we daarmee ook het belang van een gezonde, goede logistieke sector in Nederland vandaag ook weer eventjes wat verder onder jullie aandacht hebben kunnen brengen. Dank voor de participatie, dank voor de aandacht. En we gaan nog een laatste week buffelen op weg naar hopelijk een heel goed verkiezingsresultaat volgende week. En tot ziens, ook in de periode daarna. Tot ziens.